digitale deurbel. Wat is dat? Een digitale deurbel is een bel die op de plek zit van een gewone normale bel. Alleen kan je binnen op je telefoon zien wie er voor de deur staat. Dus hij neemt camerabeelden op. Dus als ik aanbel, ja? Dan ziet hij mevrouw, mijn gezicht, ja? Die hoort mij ook praten. Ja? En hoe lang kan ze die beelden bewaren? Is dat eventjes en is het dan weg? Die beelden blijven 5 dagen, ongeveer een week in de cloud bewaard en daarna zijn ze weg. Tenzij die mevrouw het opslaat en dan kan ze dat terugkijken of aan de politie geven als dat nodig is. We gaan het uitproberen. We zien hier Skybel, cameraatje. Nou, kijken hoe of mevrouw thuis is. Goedemiddag, wie bent u? Dag mevrouw Frank Weerwind. Ik kom kijken of het project Digitale Deurbel u bevalt, mevrouw. Mag ik binnenkomen? Ja hoor, een ogenblikje. Heel fijn, dank u wel. We gaan eens even beleven, gaan eens kijken. Deze mevrouw heeft het al een x aantal weken, dus het is nog pril. Maar ervaringen gaat ze graag met u delen. Leuk dat u weer kijkt naar onze vlog. Echt goedemiddag. Dank u wel, goedemiddag. Karla Grift. Frank Weerwind, mogen we binnenkomen? Komt u binnen. Dank u. Nou, we zijn te gast bij jou, Karla. Je doet mee aan het project Digitale Deurbel. Ja, klopt. Waarom doe je daar mee? Nou, er is bij ons ingebroken. We zijn halverwege de gang gekomen. Toen kwam gelukkig mijn zoon naar beneden. Gelukkig is er niets gebeurd. Er is niets gebeurd. Dat wil zeggen veel schade. Ja. En dat is op klaarlichte dag gebeurd, halverwege 's middags. Klopt. En daarin zeg je van, het is mooi als ik op afstand, via mijn telefoon of mijn iPad, kan zien wie er aanbelt. Belt, klopt. En op welk moment van de dag. En zo kan je dus de veiligheid in je huis en rond je huis veel beter borgen. Ja. Ja. Is dat jouw reden dat je zegt van, daarom ben ik erin gestapt, daarom doe ik mee aan dit project? Ja, ja, zeker weten. Want je bent 1 van de 100 gelukkig. Ja, zeker weten. Ja. Ongelooflijk leuk dat je met het project mee doet. We gaan dat nou gewoon tot en met eind dit jaar doen. En dan gaan we eens kijken, wat leren we ervan? Werkt het goed of werkt het niet goed? En het is weer een stap op weg naar veilig Almere. Ben je dat met me eens? Zeker weten. Last famous words voor jou in de richting van de kijkers van deze vlog. Kijk ze maar aan. Ik ben er helemaal blij mee. Dan ben ik dat ook. Ingrid. Ja. Mensen kunnen dus overdag, 's avonds, maar ook dus als ze afwezig zijn op hun werk of op vakantie, kunnen ze de beelden bekijken. Dat klopt. De beelden, als iemand aanbelt, wordt het opgenomen. Maar ook als iemand langsloopt, dus als er bij de deur gerommeld wordt zonder dat er aangebeld wordt, kunnen ze dat ook zien. Er zit een bewegingsmelder in. Zolang je maar een telefoon hebt, kunnen ze zien wie er aan de deur aan het rommelen is. Of iPad bij je of je smartphone bij je en je kan het gewoon zien. Ja. Geweldig. Waarom doen we dit project in Stedenwijk? Omdat Stedenwijk relatief gezien de meeste inbraken had waarbij aan de voorkant van de woning ingebroken is. Voorkant van de woning ingebroken. Ja. Daarom zetten we die digitale deurbel neer. Ja. Betaald door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wordt ondersteund via het Centrum voor Criminaliteitspreventie en door de politie. Ja. We hebben net een hele tevreden mevrouw gehoord. Klopt. En we gaan het gewoon na een jaar kijken. Is het een succes, ja of nee? Alles voor de veiligheid van de woningen van onze Almeerders. Hartstikke mooi. Dankjewel voor je uitleg. Graag gedaan. Ga naar het werk. Oké.